Assalamu alaikum, gegroet in naam van God, zoveel dingen aan de hand, de hele wereld is gekaapt. Het is maar één vijand die over de hele mensheid ook te heersen. Het gaat erom dat de moslims samen, de culturele verschillen samen in eendracht moeten komen tegen één vijand. Wat je bent, hoe je bent, wat je denkt. Of je links bent of rechts bent, moslim bent, christen bent, niet gelovig bent, helemaal niets bent. Maar je bent een mens. En voor je mensheid moet je opstaan. En in eendracht komen, hand in hand geven met iedereen die naast je komt staan. En je als je broeder of zuster moet gaan zien. Het gaat samen in eendracht. Fascisten, communisten, andere gedachten, iedereen, wat je ook bent, zet het aan de kant en sta op als mens voor je menselijke grondrechten en voor de vrijheid en voor de toekomst. Moslims, christenen, joden, atheïsten, ongelovigen, Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, alles bij elkaar komen tegen één vijand die boven ons loopt te onderdrukken. Kom tot één. Het is een roep van God via ons, onze stem. Wij zijn verantwoordelijk en verantwoordelijk op onze plaats komen te staan. Laat ons niet alleen in ons hemdje staan. Kom tot één. Zet je verschillen aan de kant. Dat is een roep voor de mensheid. In naam van de mens. Help. 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 De mensheid is in nood. Kom tot één. Zet je verschil aan de kant. Assalamu alaikum. Doe het. Wees niet bang. Wees niet bang. Want je bent niet alleen. We staan met duizenden. Met honderdduizenden. Met miljoenen. Met miljarden. Zij wachten op u. Dat u samenkomt met ons. En dat we een grote... Zo gaat het, kijk mensen. Het is allemaal uit elkaar. Eén komt. Twee komt. Drie komt. Vier komt. Vijf komt. Dan ben je een fucking vuist. Dan kan je op de tafel staan en ijzer stellen. Kom tot één. In naam van de grondrechten. In naam van de mensheid. Want jij bent een mens... En jij bent vandaag levende. De kerkhof zijn niet meer verantwoordelijk. De mensen die nog moeten geboren worden, zijn ook niet verantwoordelijk. De vogels die in de lucht vliegen, zijn ook niet verantwoordelijk. Het is u, het is jij die momenteel leeft en loopt op deze wereld, is verantwoordelijk. En zal ook verantwoordelijk gesteld worden voor de daden, voor je verantwoordelijkheid van het moment waar we nu in zitten. Kom, kom, met al je verschillen aan de kant te zetten, één te worden, in één vuist te worden, één vuist, één vuist, één vuist, het is te groot, het is te gevaarlijk geworden, de mensheid is in nood, help!